Deze nieuwsuitzending die ga ik afsluiten met een muziekje. Ik kan nu alvast gaan voorbereiden. Ja, ik zit er dus in een homemade studio. Dus niks professioneels. De spullen zijn voor het merendeel aangeschaft bij Radio Piet hier in Arnhem. Nu krijg je even, dus pas op je oren, ik had een klikje te horen. Dan moet het er zo in, klak, yep. Ja, de rest weet ik ook niet zeker. Maar er komt een muziekje aan. Ik ga het hebben over mijn favoriete onderwerp. En dat is de gezondheid der mensen. Wat is een gezond mens? Wat stelt een gezond mens voor? Voordat ik begin aan de lofzang op de gezonde mens, ga ik eerst reclame maken van twee gezonde mensen. Die ene gezonde mens die heet Alan Watt. En die andere gezonde mens heet Jurk Gliesman. De links naar hun materiaal staan onder deze video. En als je even over je ziekte heen stapt, je Korsakoff, ik weet niet wat je hebt, Parkinson, het tremor in het algemeen. Oh, ik heb diarree. Ik kan niet, niet scrollen nou. Ja, goed, dan ben je ziek en dan moet je het misschien niet doen. Maar als je het vermogen hebt, als gezond mens, scroll naar beneden. Klik op een van beide links. En ga 40 à 60 uur luisteren. Toon je gezondheid. Jurk Gliesman is waarschijnlijk voor de meeste mensen de hardste noot om te kraken. Want Jurk die zwaait met de Bijbel. Hij is een extremistische christen. Heeft hij zelf gezegd. Ik weet nog, die keer dat ik bij Jurk was en we gingen die wandeling maken met Lena, dat hondje, en zijn moeder. En Jurk heel handig met die rolstoel. Er zit ook nog een trap bij dat appartementengebouw. Toen dacht ik nog van, Jurk, gaat dat wel goed? Ja, Jurk is 10 jaar jonger dan ik. Die had zijn moeder stevig in de handen. Ja, de rolstoel. En zijn moeder vertrouwde Jurk helemaal. En wij naar links. Op weg naar dat leuke gebied waar dat hondje, Lena, los mocht. Jurk Gliesman heeft nog een hele mooie uitzending gehouden over dat hij een keertje dan, en waar hij dan in de, hij woont in de buurt van Leuven in België, dat hij daar het hondje Lena losliet. Ja, Lena is zo, hoe noem je dat, gedraaglijk, braaf, volgzaam, dat is het. Dat is het goede woord. Een volgzaam hondje. Die ook voorop loopt. Maar die kijkt de godganse tijd achterom. Van, ja, waar is Jurk Gliesman? En Jurk Gliesman die kreeg gezeik, man. Met een andere man. En die had een pitbull terrier aan de lijn. Of een herdershond. Maar in ieder geval een andere hond. En die hond zo. Wow. En die man aan de andere kant van de straat. Die brult tegen Jurk Gliesman. Ja. Hé, man, je moet je hond aanlijnen. Jurk Gliesman die maakte zo'n mooie mop van ja, ze moeten jou aanlijnen. Zoiets. Dat was heel grappig wat Jurk toen gezegd heeft. Dat heb ik gehoord in een gesprek tussen Jurk Gliesman en Brad Norman. Anyway.
die ene keer, dat was dus een hele eerder dan anders. Gingen we wandelen en er komt er zo'n stel met een grijze haar in zo'n verkeerde kutauto. Maar ja, iedereen in België rijdt een kutauto, dus dat maakt het niet uit. Maar dan zo'n echt een kutauto. En dan wandelen een Toyota. Maar dan de foute kleuren. En die moest achteruit de straat op. Ja. Ik denk dan zelf, want ik zou mijn auto nooit met de neus naar binnen parkeren als je langs een straat zit. Ik zou dan mijn auto voor de afrit stilzetten. Ik kijk in de spiegel. Ik kijk ook naar voren. En dan heb ik ruimte om whoop, die zwaai te maken. En ik zet dat ding achter tevoren neer. Toch? Of ben ik nou gek? Ja. Hey, deze man die ging dan achteruit. En ja, die ging zich ernstig zorgen maken. Want hij kan de weg niet zien, want het is allemaal heggen. En ja, en zijn vrouw zat rechts. En die zat waarschijnlijk al in de tas te kijken. Van, ja, hoe laat moeten we daar zijn? Ja, Henk, ben je er wel op tijd? En dat soort dingen. En die man die ging langzamer dan stapvoets. Het was bijzonder. Een heel spiritueel moment. We waren daar met z'n vieren. Jurk Liesman, zijn moeder, dat hondje, Lena en ik. En wij stilstaan. En die man die... Oh, wat een idioot was dat. En ik dacht, wachten. Ja, kijk, voor mij was het een vrije zaterdag. Ik ben op bezoek bij Jurk Liesman. Maar Jurk Liesman, die kende die man, denk ik wel. En die ging zo wapperen met zijn armen. Van, man, rijd dat ding achteruit de weg op. Jurk Liesman is een lange man. Die kon over die heggen heen kijken. Kom op, rijd door. En ik dacht toen, ach Jurk, laat die man even stuntelen. Als die man niet binnen 45 seconden de kont van zijn auto aan de goede kant van de weg heeft gezet en dan de gas gaat geven, dan gaat zijn vrouw wel met de tas slaan. Schiet eens op. De gezonde mens, en daar gaan we dan. De gezonde mens is rationeel en rustig. De gezonde mens maakt zich niet zoveel zorgen. Nergens voor nodig. De gezonde mens is blij met iedere dag die hij heeft overleefd. Bij de gezonde mens hoort ook humor. En humor is een uiting van verdriet. Daarom moeten mensen van humor ook lachen. Dan kunnen ze niks aan. Sorry, huilen. Ja, van humor moet je lachen. Maar mensen kunnen huilen van het lachen. Dat kan echt. Dat is de humor van de gezonde mens. En met Jurk heb ik ook heel veel gelachen. Hoor. We zijn moppen gaan tappen. En die ene uitzending. Misschien moet ik hem nog een keer naar boven halen. Ik heb zo'n groot archief tegenwoordig. Ik zit tegen de 500 uitzendingen aan. Hè? Ja. Hè? En dan ergens uitzending 200 huppeltje pup. Lachende met Jurk Liesman. En dan ga je lachen, jongen.
De gezonde mens is verstandig. De gezonde mens snapt dat Genesis 1, vers 1 de consensus is tot de metafysica. Niet tot dat, maar de consensus der metafysica. Want metafysica aan zich, dat zijn zulke taalstudies. Heel zorgvuldig gedaan hoor. Professor Gerardus Heijmans is geweldig. Ik heb gelezen en begrepen. In een tempo van een halve pagina per uur. Ik denk, dat klopt. Maar gaan andere mensen dat doen? Nee, dat kan niet iedereen. De Bijbel, dat is volksmetafysica. De. De Mahabharata. Laat me zitten. Dat is echt niks. Dat is een soort The Lord of the Rings. In de ban van de ring. En Frodo, die ging de huppeltje-puppo. En het einde vind ik ook helemaal niet leuk. Het einde van de Bijbel, dat vind ik leuk. Dat is de volksmetafysica. Dat kan iedereen begrijpen. De stomste boer die de grootste aardappelen kweken, die kan het begrijpen. Dat is de gezonde mens die dat onderscheid ziet tussen de Bijbel en de Mahabharata. Het is de gezonde mens die het onderscheid ziet tussen er is een consensus Bijbel, die heet de Koning Jacobus of King James. King James Bijbel. En dan 1611. Dus 1611. Dat is de Bijbel. Dat is de consensus. En de gezonde mens, die kan dat onder ogen zien. In de King James staat: in the beginning God created the heaven and the earth. Ja, letterlijk. €1 van jou tegen een tientje van mij, als ik geen gelijk heb. Ik ben nooit goed geweest in gokken, snap je? En de gezonde mens, die is gewenst. Je kan toch gezond zijn? Leven in het huis van jouw vader. En je wordt de godganse dag beroofd. Moet je hier accijns betalen en daar weer loonbelasting. Dat is al zo. Maar dat hoeft jouw lichaam toch niet te beïnvloeden? Onze overlevingsstrategie van de gezonde mens is om de kantjes eraf te lopen. Oftewel, zoals de Chinezen zeggen, woe wij. Ja, dat hebben de Chinezen gezegd. Woe, dat betekent niet. En nu ga ik gokken hoor. Ja, nee, het is ook Wu Li Masters. En Li,
Dat is wet. Geen wetmeesters. Woolly masters. Dus, woe, wij, betekent niet handelen. De gezonde mens weet dat. In tijden van oorlog hoef je je niet aan te melden als hotdogverkoper op het kampement Sint Bernardino om al die jongens nog een hotdog mee te geven, zodat ze Irak kunnen gaan bombarderen. Want de kleinzoon van Saddam Hussein schijnt opgestaan te zijn. Niet handelen. Niet doen. Niet aan meedoen. Dan kan je nog beter comediant worden. Dan ga je ergens op een podium staan en dan maak je grappen. Durf het een keer. En dan krijg je niks voor betaald. Erg belangrijk. Niks doen. Dit waar wij nu mee bezig zijn als mensheid, al 5000 jaar. Dit is niet een... Niet dat ik loop te brullen van, oh, sinds gisteren is er een, oh nee. Nee, dat is geen alarm. Het is iets waar wij al 5000 jaar mee bezig zijn, als mensheid. En wij laten ons ongezond maken. En dat snap ik niet. In vaccins heb ik aan mijn tante Irene nog gevraagd, want ik kwam erachter via internet, een soort internationale bibliotheek, dat ik ging kijken wat de ingrediënten waren van wat ze mijn kind, en dan kregen ze zo'n kartonnen kaartje in de bus. Ja, jullie kind moet geïnjecteerd worden. Oké, maar wat? Nou, er staat er netjes op het kaartje. Dus ik kijk wat erin zit. Niet op het kaartje, maar op internet. Er zat thiomerosal in. Maar thiomerosal, dat is... organisch kwik. Ik maak geen screencast nu, maar look het zelf maar up. En het andere ingrediënt wat ze erbij stoppen, dat is squalene. En dan het ene vaccin heeft alleen maar thiomerosal en het andere vaccin alleen maar squalene. Maar squalene is een motherfucker van een molecuul. Dat is een buckyball. Maar dan erger. Dat ramt je inwendige dat ramt je op moleculair structuur, op de moleculen. Het ramt je op het niveau van de moleculaire structuur kapot. De squalene is zo goed als inert. Eén grote elektrische... dat is alleen maar koolstof. Het is braakmiddel. Als je squalene, als je daar een slokje van neemt, en dan gaat je maag en alles... Ja, maar dan krijg je ze alleen geïnjecteerd in je bloed. En wat gebeurt er dan? Word je daar gezonder van? Met thiomerosal en squalene. Kom je dan door de ziektes heen? Nee, natuurlijk niet. Mafkeitel. En ik vroeg het nog aan tante Irene, want klopt dat? Dat ze dat erin stoppen? Ja, zei mijn tante Irene, dat moet wel. Ik zei, wat nou? Ja, zei ze, dat is conserveringsmiddel. Okidoki.
Nou, en wat gebruiken ze ook als conserveringsmiddel? Wat is het? Even een chemievraag. Een chemisch-biologische vraag. Welk conserveringsmiddel kan je heel makkelijk maken met maar één koolstofatoom? Met zuurstof en waterstof. Nou, dat heet formaldehyde. En formaldehyde is uitermate explosief. Formaldehyde is instabiel. Als je formaldehyde binnenkrijgt, dan... Maar dat geeft een enorme elektrische ontlading en dat onthoudt al het leven. Dus als er maar iets begint te bewegen en het verstoort de formaldehyde, dan krijg je die elektrische ontlading, want het ding staat onder spanning. Het formaldehyde staat op het punt om te worden tot CO2 en H2O. Dat is zo giftig als een idioot. Wat is formaldehyde nou? Nee, formaldehyde is met twee kool. Ik pak het. Is het nou één of twee? Nee, wacht even hoor. Ik kan het nou even weten. Wat zit hier voor te liggen? Formaldehyde. Formaldehyde, ja. Formaldehyde. Het is... Ja. Het is CH2O. Het is een... instabiele... Niet te vreten. Dit moet zo snel, ja, daar moet zuurstof bij. En dan heb je CO2 en H2O en dan ben je klaar. Heb je ook nog formaldehyde? Ja, ik snap hem wel, ja. Smerig spul, jongen, formaldehyde. Heb je het ooit geroken? Als je het alleen maar ruikt, dan denk je... Ja, dat zit in die vaccins. Dat heb ik daarna weer geleerd. Het is conserveringsmiddel. Ja, het is giftig. Ja, we moeten dat wel doen. Want anders dan gaan die vaccins bederven. En dan, ja, dan gaan we mensen injecteren met ik weet niet wat. Dus we moeten er wel formaldehyde in doen en squalene en thiomerosal. Het is niet gezond. Het denken is ook niet gezond. En de mens is gezond. Van nature. Er is niks aan de hand. Homo. Ja, maar hoe zit het dan met die uitbraak van dat griep gebeuren? Ja, welke bedoel je? Nou, de Spaanse griep. Ja, oh. Ja, nou en? Ja, er zijn er een hele hoop mensen dood gegaan. Ja. Ja, en in die tijd hadden ze nog niet een vaccinatieprocedure opgestart. Dus dan zijn we nu toch veilig... Waarom? De logica klopt niet. En dan schijnen ze ook nog, dat is al door internet, belachelijk hoor. Maar dat ze dan in de ijsvlakte of zo, hebben ze lijken, kadavers opgegraven. En daar dat Spaanse griepvirus uit geëxtraheerd. Nou, dan heb je me echt te pakken, hoor. Dat ik tegen mijn eigen kind zal zeggen... Ja, papa moet vanavond vroeg voor de deur uit. En pas over een uur komt je moeder thuis van haar belangrijke werk. En ik kom pas over een dag of 15 of zo kom ik terug. En dan zie je me weer. En hier ligt dat geld op tafel. En zeg tegen je moeder ook nog dat ze Kees terug moet bellen. En mijn dochter vraagt naar mij. Wat ga je doen? Ik zeg, nou,
Je weet wel van de Spaanse griep. Ik ga dat virus bestuderen. Extraheren. Uit ijs. Dus een helikoptervlucht van anderhalve dag. Moeten we 3 dagen boren, dingen, zagen. Want er zit een kadaver en een lijk. En dan zit het allemaal in en we nemen de belangrijkste delen mee. En dan gaan we terug naar het laboratorium en dan gaan we alles ontdooien onder laboratorische omstandigheden. En dan ga ik dat virus eruit halen. En dan opslaan in een hele veilige container. Wat denk je dan? Ja, mijn dochter, de laatste tijd heb ik niet zo meer vertrouwen meer in haar intellect. Maar ik weet toch echt dat ze tegen mij in die tijd had gezegd, toen ze nog 8 was en een beetje slim. Dat ze tegen mij gezegd had van papa, wat ga jij nou doen? Het Spaanse griepvirus extraheren? Ze had me mogen vermoorden. Wat mij betreft. Kijk, een gezond mens heeft een afweersysteem. Dat kan zich uiten dat je op kickboksen gaat of wat kan je er meer doen? Jiu-jitsu of zo. Of judo. Boksen natuurlijk niet te vergeten. Geweerschieten, pistoolschieten. Dat is je natuurlijke afweersysteem aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant heb je dat ook. Die moest eens weten, man. Als je een bacterie bent of een virus of weet ik wel wat. Als je een virus bent, dan wordt dan gezegd van virussen. Ik weet niet of die theorie helemaal in de praktijk gebleken is. Want ze schijnen zo klein te zijn dat je ze met een elektronmicroscoop bijna niet kan zien. Het schijnt zo te zijn dat je dan een indringer kan krijgen en dan gaan cellen, die gaan wel helemaal. Dan is een virus naar binnen gedrongen. Jouw afweersysteem maakt elke afwijkende cel kapot. Die eet hem op. Dat is de taak van je afweersysteem. Als er maar 1 cel is die buiten de lijntjes gaat kleuren, dan komt er een heel cordon aan van gratis eten vanavond. Ja, ben je er klaar voor? Ja, zo dadelijk komen we. Ja. Het punt is dat die witte bloedlichaampjes kunnen niet uit zichzelf manoeuvreren. Ze kunnen dat wel, maar je moet ze door je schouders, partijen en wat alles. Dus hardlopen, boogschieten, biljarten, zeg het maar. Dart gooien, ook een hele goeie voor je afweersysteem. Die spieren moeten bewegen. En dan gaan die witte bloedlichaampjes in de rondte en die denken, ja, waar is de snackbar? Ja, weet je al, overruiken het al. Ja, en dan komen ze bij die rotte plek. En dan vreten je witte bloedlichaampjes, die vreten alles op. Afgelopen probleem. Dat is wel mooi, hè? Dat denk ik wel Marokkaans. Afgelopen probleem. Dat is de bedoeling, dat is de gezonde mens. En heel veel mensen zijn te gestrest. En als een bange muis zitten ze in de hoek. En ze bewegen niet. Ja, als je niet beweegt, dan gaan die witte bloedlichaampjes niet in beweging. Kijk, de rode bloedlichaampjes, die worden in beweging gehouden door je hart. Maar je witte bloedlichaampjes niet. Dat staat stil. Je moet je laten bewegen. En je hebt er bij geboorte heb je 30.000 families van witte bloedlichaampjes.
Dat zei Wim Kruidentuin tegen mij. Dat had hij ergens gelezen. Ja. 30.000 families, 30.000 soorten. Dus jij, met je witte, ja, je lymfe, daar zitten die witte bloedlichaampjes, hè? Je lymfe. Je lymfe, dat is eigenlijk, ik gebruik het woord eigenlijk nu terecht, hè? Het is eigenlijk een aquarium voor de witte bloedlichaampjes. Die een beetje zo. En die witte bloedlichaampjes, die zijn amorf. Die kunnen elke vorm aannemen. Dat maakt niet uit. Die zijn gespot, jongen. Die bestaan. En bij veel mensen, als ze geboren zijn en ze worden dan bestudeerd, en dan heb je een baby. Die kregen problemen met, het heet een auto-immuunreactie. Kortom, de witte bloedlichaampjes, sommige, die vallen het eigen lichaam aan. Dan ben je de bok als mens. Want je afweersysteem begint jou aan te vallen. En jouw consistentie. En wat is vastgesteld, is dat als je zoiets laat gebeuren, de tijd geeft en iets van homeopathische therapie, kortom helemaal niks doen, alle rust erin, dan sterven die witte bloedlichaampjes uit. En de rest staat helemaal strak. Snap je? De witte bloedlichaampjes hebben een aanwezigheid. Die zwemmen in jouw lichaam. Die zien elkander. Voelen elkander. Zeg maar. En ze weten van degene, van de broeders of zusters, ik denk niet dat witte bloedlichaampjes worden gecreëerd vanuit je ruggenmerg. Maar dus ze zijn allemaal zusters of broeders. Of, hè? Maar ze weten dat degene die gegeten hebben van het lichaam zelf, dat die gestorven zijn. Kijk, en dat zet de overblijvende witte bloedlichaampjes tot strakheid. Want tot hier en niet verder. En hou ze hongerig. Ja. Als ze maar hongerig zijn. Dat je zelf ook zo bent van, ja, doe mij maar een broodje bedorven kippenvlees. What do I fucking care? Je hebt toch een afweersysteem? Salmonella-vergiftiging, dat is ook zoiets. Dat slaat helemaal nergens op. Ik zou je, als jij een kind hebt, moet je je kind geen bedorven kippenvlees geven. Nee, dat lijkt me niet. Nee. Ik vraag me af of je je kind überhaupt wel vlees moet geven. Maar jij bent ergens in Berlijn en je sterft van de honger en je koopt een broodje kufte. Nou, het enige wat je oploopt is een doorspoeling van je darmen. Ga je naar je hotelkamer toe en denk je. Nou, een glas whisky erin en zijn we er ook weer vanaf. Dat is de gezonde mens. Gezonde mensen worden niet ziek. Helemaal niet. Waarom? Aristoteles heeft het gezegd. Dat de rol van de dokter is
om de patiënt af te helpen van zijn wil om ziek te zijn. De dokter, zijn existentie bestaat uit de wil om andere mensen, patiënten, af te helpen van de wil tot ziek te zijn. Dus de dokter heeft een wil en de patiënt die wil ziek zijn. En het samenkomen van die twee, dat kan leiden dat die patiënt niet langer ziek wil zijn. En dan heeft de dokter zijn werk gedaan. Dat is Aristoteles. Heb je ook weer wat geleerd over de gezonde mens. Aristoteles is hierover pootje gelicht. Dus Aristoteles is niet de eerste, de beste, by the way. Aristoteles was de leraar van Alexander de Grote. De heerser in die tijden van Griekenland. Hij was de leraar. Koning Willem-Alexander. De leraar. Een volgeling van Plato. En toen is Aristoteles, de leraar van Alexander de Grote, dat was een Serf. Serbisch. Was Alexander de Grote was Serbisch. Dat weet ik niet helemaal zeker. En toen werd tegen Aristoteles gezegd van ja, maar wat nou als een dokter zichzelf geneest? Dat is een goeie, vind je niet? Jij bent een dokter en jouw wil is om andere mensen af te helpen van hun wil tot ziek zijn. En dan word je zelf ziek. Aristoteles heeft zich daaruit gered, hoor. Heeft hij dat begrip geïntroduceerd van ja, de ene dag denk je dit en de andere dag denk je dat. Van, gisteren wilde ik ziek zijn, maar vandaag niet meer. Nou, dan kan ik vandaag de dokter zijn van de mensen die ik gisteren was. Ja. Geniaal hoor. Maar de wil tot ziek zijn, die bestaat. Sommige mensen willen dat, die zoeken dat. Die denken dat ze wat mankeren. Oh, ik ben incompleet. Oh ja, hoezo? Nou, ik heb een penis en twee ballen tussen mijn benen. En dat voelt niet compleet. Het is niet goed. Die penis, dat moet een klein klitje worden. Ik ben incompleet. En die ballen, die mag je voeren aan de honden. En dan ben ik compleet. Nou, dat is de wil tot zelfmutilatie. En dan moet je die mensen afhelpen van die wil om zichzelf te mutileren. Ik heb er een uitzending over gehouden, een paar uitzendingen geleden, over transgender. Die mensen hebben een wil tot zelfmutilatie. Een wil tot mutilatie. Die willen ziek zijn. Die willen geholpen worden. De gezonde mens wil niet geholpen worden. Je wil niet geholpen worden als mens. Hoezo? Ambulance bellen voor mij? Ik weet nog een keer.
Ik had via internet contact gekregen met Jan Romke. Een hele grote movo. En die zat toen op atletiek. En hij woonde in Glimmen. En ik in Groot Wetsinger. Wij woonden bijna 40 kilometer uit elkaar. Maar dat was geen probleem. Hij was een hele grote movo. Dus ik was een slanke. Hij kon een Cooper-test doen. Wat heeft hij gedraaid, man? Meer dan 3 kilometer. Hè? Dan moet je 12 minuten hardlopen. En hoeveel kilometer heb je dan? Nou, 3200 heeft hij gehaald. Nou kom ik hem na jaren kom ik hem weer tegen. Via internet. Ik zei, Jan Romke. Hey, Perry. Homo, zullen we even een beetje biertje doen? Een beetje gezellig. Dat was vrijdag. Ja. En hij zat toen in Doesburg. Ik zei, dat is geen probleem. Ik kom naar jou toe. Nou, de buslijnen uitgezocht. Maar ik denk, ik ken mijn eigen. Hè? En ik ken Jan Romke. En we hadden elkaar toen, ik weet niet hoe lang niet gesproken. Meer dan 10 jaar ging. Nee, meer dan 12 jaar niet gesproken. Ik zei, nou, een bus of zo. Ja, achteraf had ik misschien beter een taxi kunnen. Ja, erheen met de bus. En dan terug met de taxi. Het kost een patiënten, maar dan heb je ook wat. Nou, ik was niet zo verstandig. Ik dacht, kom, de fiets. Want Doesburg, hoe ver is dat? Iets meer dan 10 kilometer. Maar dat ken ik toch wel. Want ik ben ook van Jan Romke naar mijn eigen huis gefietst. 'S morgens vroeg met een kater van hier tot Tokio. Jongen, hadden we 33 liter, 33.000. Sorry, voor mijn verspreking, hadden we 33.000 liter Jägermeister gedronken. En ik 's morgens vroeg terugfietsen, 40 kilometer. Ja, dat was natuurlijk jaren geleden, maar ja, ik zat denk ik in mijn midlife crisis, denk ik. Ik zei, nou, is goed man, ik kom wel met de fiets. Dus ik vanuit Arnhem naar Doesburg met de fiets. Ging prima. En toen bleek Jan Romke nog steeds dezelfde Jan Romke te zijn als toen. Hij is ook een hele grote vent, hè? Dus, je gaat zo'n jeneveltje in Jan Romke en dan denk je Romke, oh, hij is op. Nou, wil je er nog een? En ik drink heel braaf met Jan Romke mee. En toen zei Romke, nou heb ik honger. En we hadden ook al sigaren gerookt. En naar de pizzatent. En zei Romke, nou, dan gaan we nu rode wijn drinken. Ik zei, dat is goed, Romke. Dus lekker aan de rode wijn. Nou, en zei hij, ik heb een verrassing, want mijn vrouw, hij was getrouwd, dat wist ik ook niet. Maar zijn vrouw zou ook op het terras komen zitten. Dat was een hele aardige vrouw, by the way. En toen kwam de bier. En toen ging zijn vrouw ging weg. En toen zouden we samen weggaan en ik stap op mijn fiets. En ik maak een balansfout. Hè. Ik lag helemaal op de keien, man. Zo, dat net hoor. En Jan Romke tegen mij. Wat doe je nou? Ik zeg, nou, ik ben gevallen. Er is niks aan de hand. Dus ik weer overeind. Pet weer goed op de kop. En ik ben van plan om dan via de eerste weg naar huis te fietsen, want die kende ik. En toen zei Jan Romke tegen mij, nee, dat is om. Je moet aan het einde van de weg moet je naar links. En dan ga je via Westervoort. Dat was de truc. Is dat de truc? Ja, zei hij, je moet via Westervoort. Zei Jan Romke, hartstikke bedankt voor de fijne avond. En ik ga op huis aan. Jan Romke heeft mij met geen vinger aangeraakt. Helemaal niet. Hé,
Want ik wil niet geholpen worden. Ik ben gezond. Ja, en als ik dan net zo snel moet meesuipen met Jeroen Romke, in zijn tempo. Ik heb helemaal niet overdreven gedronken. Iedere keer als Jan Romke een drankje nam, dan dronk ik dan netjes met hem op. En ook terugbetalen. En ja, rondje om rondje. Een beetje tempo houden. Kijk, Jan Romke, die kan de Coopertest lopen. Dan scoort hij 3200. Maar ik wil ook een beetje meelopen. Nou, dan heb je iets te veel op, ja, dan ben. Dat is toch mijn ding? Nou, ik op huis aan. En ik denk, oh, lekker. Oh, die nachtlucht, hè. Ah, lekker doorfietsen. Alles ging goed. En dan moet je ergens dat kanaal moet je over. En dan aan die andere kant van die weg. En dan denk oh, ik ben het moe, hè. Mijn benen, die werden van lood. Dit gaat niet goed, hè. Als ik met deze lode benen blijf doorfietsen, dan is het kabam tegen een boom. Ja, dan hebben we een groter probleem, hè. Dus ik mijn fiets. Er was een sloot aan de rechterkant. En er zaten allemaal heel veel distels. En ik hou niet van distels. Er was een klein stukje gras. Ik dacht, oké, een klein stukje gras. Dus ik mijn fiets zo, bijna niet te remmen. En mijn fiets bij de sloot gelegd. En op mijn rug liggen. Ik denk van even. Dat kost 20 minuten of zo. Ja. Even al die CO2 produceren. Man, even die alcohol verwerken. En dan stopt er een auto. En zo'n vrouwenstem zegt tegen mij: meneer, kunnen we u helpen? Ik zeg: nee hoor. Er is niks aan de hand. Ik ben aan het uitrusten. Ik kreeg verder geen details verklapt. En die vrouw zei tegen die man. Die vrouw zat aan de rechterkant. En ik zat aan de rechterkant van de weg. En die vrouw zei tegen die man. Van nou, met die man gaat alles goed. Rij maar door. Ik denk, mooi zo. Kwamen er nog meer auto's langs. Dan dacht ik, oh nee. Niet nog een hulpverlener. Dus ik denk, ik heb genoeg op mijn rug gelegen. Dus ik overeind, mijn fiets tussen de grasprieten vandaan gesleurd. Op die fiets gestapt. En een eindje verder gereden. En op zoek gegaan naar ergens waar bomen staan. Waar ze je niet kunnen zien. Nou, die dacht ik gevonden te hebben. Ik denk, halleluja, prijs de Heer. Mijn looie benen, ja, straks gebeuren er ongelukken. Nou, tussen die bos, ja, de ene boom en die andere boom. En mijn fiets een beetje meer verscholen leggen, want anders denkt. Dan heb je al die mannetjes die komen terug van een dorpsfeest. Met een blondine of brunette of iets wat daarop wil lijken. Met van die intelligente tieten en van die mooie intelligente borsten. Nee, ik zeg het fout om. En zo'n vrouwtje zit in de ronde te kijken en die ziet dan weer een fiets. Ja, dat moeten we niet hebben. Dus ik denk, ik leg mijn fiets neer zo'n beetje dat zo'n vrouwtje met van die interessante eigenschappen, dat die die fiets niet ziet. Want die gaat tegen de kerel zeggen, hey, daar ligt een fiets. Hey, die kerel is alleen maar bezig om naar huis te rijden, mag ik aannemen. Nee, die vrouwtje zit er. Oh, ik zit in de auto. Ja, wat doe ik? Oh, dit. En dan werd ik weer gevonden. Dat dacht ik, oh, kut. Dus ik voor de tweede keer gezegd, nee, er is niks aan de hand. Ja, en toen naar huis gefietst in één keer. Ik wil niet geholpen worden. Ik val toch ook niemand lastig?
De gezonde mens begrijpt het begrip de trooster. En dan kan je nu stijl achterover vallen van je stoel. En ik hoop dat je dit nu ook echt gedaan hebt. Ik maak even een jump. The Comforter. Op zijn Engels. Of spreek je alleen maar Spaans? De trooster. De trooster dient niet geholpen te worden. Je mag in dienst treden van de trooster. Dat wel. Dat is een nieuw paradigma, mensen. Wake up. De gezonde mens wil niet geholpen worden. Een gezondheidszorg, ja, flikker op. Ik woon hier in een portiekflat. Ik heb een goed contact met mijn bovenbuur, die de godsganse tijd aan het verbouwen is, denk ik. Ik heb een goed contact met die vrouw naast haar. Die is een Jehovah's getuige. Maakt me ook geen drol uit. Dus naast mij, daar woont een vrouw, die ken ik niet zo goed. En daaronder woont Cloud. Dat is een strakke jongen en die houdt van fietsen. En onder mij woont een vrouw en die heet Ellen. En de laatste tijd gaat het met Ellen hartstikke goed. En daaronder, op de laagste verdieping, daar wonen twee bejaarde familie, twee bejaarde, ja, een bejaarde stellen, zo moet je het zeggen. Als er met een van ons iets gebeurt, dan zijn wij er toch? Cloud is gezond, ik ben gezond, ik denk dat Ellen gezond is. Helemaal eronder, die is ook gezond. En ja, die Hongaren, nou, die zullen ook wel gezond zijn. De Jehovah's getuige is ook gezond, lijkt mij. We zijn toch rustig? We hebben respect voor ons lichaam. Dat is de gezonde mens. En je hebt een lichaam gekregen om in te leven. Oh, mijn lichaam doet het niet goed. Oh, nee. Als jij een auto hebt gekocht en die doet het niet goed, dan moet je terug naar die autoverkoper. Of niet? Nou, als jij een lichaam hebt gekregen van de lichaamgever, dan moet je terug naar de lichaamgever. Maar wel met respect. Het beste is om helemaal niet te klagen over je lichaam. Want je hebt geen garantie op je lichaam. Want je hebt je leven, je lichaam, niet gekocht. Dus ook geen garantie. Erg hoor, een harde knal. Ik vond het zo erg dat ik van mijn vriend Boy... En die is spastisch. En die zit in een rolstoel, maar dan wel een turbo rolstoel. Dus geen gezeik.
Hele goede rolstoel. Uit één stuk. Allemaal in elkaar gelast. Geen boutjes. Slijtvrij. Ik zei wel laatst tegen hem van nieuwe banden. En hij zo van ja. Maar dat is zo'n gezeik. En hij heeft een elektromotor. Elektrodingens. Met een mogelijk exploderende accu. En dan scheurt hij mij. Waar hij woont. Dus richting Velp. Richting het noorden. Naar de streetcafé. Als je hem wil leren kennen. Ja, moet je 7 keer per week. Moet je 1 week lang, 7 dagen per week naar een streetcafé komen. En dan kom je hem tegen. Hij heeft een geweldige rolstoel. Complimenten hoor, voor degene die dat gemaakt hebben. En Boy weet dat. Boy is ook heel dankbaar. Voor die mensen. Boy is een gezonde jongen. En hij is spastisch, ja nou en, what do I fucking care? Boy vertelde mij dat hij benaderd was door mensen en die noemden zichzelf christen. En die zeiden tegen Boy, oh, jij bent spastisch omdat jouw ouders iets niet goed gedaan hebben. En als ik jou was geweest, het wordt heel erg, hè? Ik kon er wel de tranen weer in mijn ogen krijgen. En als ik die christenen in mijn handen krijg, dan bel ik mijn Mohammedaanse vrienden op. Van ik heb er nu 3. En die mag je komen kromswaarden. Die christenen hebben gezegd tegen Boy. Die 1 van die 2 of 3. Meestal dat evangeliseren gaat in groepjes. Hè? Die heeft tegen Boy gezegd. In jouw schoenen zou ik zelfmoord hebben gepleegd. Dat gaat mij te ver. Boy is spastisch. Die kan niet de Olympische Spelen speerwerpen gaan winnen. Ik weet niet hoe goed. Nee, biljarten doet hij ook niet. Boy kan niet eens staan bij de bar. In zijn poten, dat is alleen maar. Ik weet niet eens hoe dat voelt voor Boy. Maar zelfmoord? Hoe durfde die christen dat woord in zijn mond te nemen? Boy is een gezonde jongen. Vriendelijk van aard. Dat is gezondheid. Dat is de gezonde mens. Niet beledigend. Helemaal niks. En als Boy moet pissen, dan zegt hij dat van tevoren netjes tegen mij. Van, ik moet pissen. Oké. En dan ben ik aan de beurt om hem in een schietcafé. Dat is niet helemaal rolstoelvriendelijk. Er zit eens een verhoging richting de toiletten. En daar kan hij niet in zijn eentje overheen. Okay. En dat vind ik ook wel leuk om te doen. Ik vind het altijd geinig.
Boy die suipt zijn eigen tegen helemaal de pletten op. En ik ook. Nou, dan zijn we samen allebei hartstikke dronken. Dan ga ik zo lekker overeind staan. Dan denk ik, dat is goed ook van mij. Ja. Dan kan ik ook tegen iedereen kijken op het terras van, joh, ik ga Boy even tillen. Ja, voor 30%, 40%. Want ik kan Boy denk ik niet tillen hoor. Maar hij werkt een beetje mee. Dat zei Robin ook tegen mij. Van ja, die klootzak die blijft soms achterover hangen. Want dan denk ik van, oh, laat me maar even tillen. Ja, en dan moet je de 60% van Boy. Boy moet een beetje voorover hangen. Eerst die voorwieltjes erop en dan gaat Boy voorover hangen. En dan til ik de reet van Boy omhoog. Heb je toch 20, 30, 40 kilo getild hoor. Dat is goed voor mijn lichaam, man. En zo blijf ik gezond. Ook in die gedachten. En dan kan je zeggen, ja, maar Boy kost de samenleving alleen maar geld. Ja, en wat levert hij op? Hey, als we het daarover gaan hebben, wat levert Boy op? Ik weet het. Want ik heb Boy 160 keer gezien of zo. Zou nog een keer was hij echt. Nou, dat zei hij dan zelf: van ik ben zo besopen. Ik denk, ja, je bent spastisch. Dus voor hetzelfde geld hou je me voor de gek. Dan was hij echt besopen. Oké. Dan wil je toch nog een biertje? Nou, dat is heel mooi. Als je zo aandringt. Boy is een vredestichter. Als Boy erbij is, in het gezelschap, en dan moet je weten, in een schietcafé te Arnhem, ja, ga daar naartoe, je kan het zo vinden, bij Jansplein, bij de Koepelkerk, en maps.google.com. Jansplein, Koepelkerk, streetcafé. Daar komt een partijtje, hoe moet je dat zeggen? Pluimigheid? Of vele pluimen of zo? Heel verschillend volk. Daar kan van alles gebeuren hoor. En als Boy er is, dan zit hij zo. En hij is zelf de grootste surneus. Dus nou, dan houdt iedereen zijn mond en dan zijn we het daarover eens. Heerlijke energie. En wat is de waarde van Boy? In mijn ogen? Heel hoog. Tegen hem kan ik ook van alles zeggen. Het maakt hem geen fok uit. En dan kan ik hem laten lachen. En de andere mensen die zien dat. En daar gaat het om. De gezonde mens. Want gezondheid, dat zit in je denken. Niet in je lichaam. En wat die christen tegen Boy heeft gezegd. Van ja, je ouders hebben iets fout gedaan. Blablabla. Dat is geouwe hoer. Want het gaat over het lichaam. Natuurlijk is er lichamelijk iets fout gegaan. En weet ik van wat. Je wordt niet zomaar spastisch. Op jonge leeftijd. Ik heb ook last van spasme, hoor. Ierse klauw heet dat. Verkramping in je pezen. Je hebt ook heel veel mensen die. Dat heb ik ook. De tenen naast mijn grote tenen.
Ik heb twee grote tenen. Ha, ha, ha. Maar heb je dus daarnaast heb je die andere. Ik weet niet hoe dat heet. Heet dat je wijsteen of zo? Maar met twee wijstenen, die staan zo omhoog gericht. Joehoe. En dan wil ik ze omlaag krijgen. Van dan gaan ze een beetje recht staan met die andere tenen. En dan word ik helemaal spastischer. Helemaal trillen. Dan word... Dus iedereen heeft het wel een beetje. Maar die christen heeft zijn bek moeten houden. Hij had dat nooit mogen zeggen. Een schande dat hij zichzelf met een visitekaartje heeft gepresenteerd van... ik ben christen en ik heet Jan Hendrikszoon. Afschieten die allemaal. De gezonde mens, daar gaat het om. De gezonde mens maakt het niet uit. Ja, natuurlijk heb je van die mislukte gevallen. Ja, Boy zal het ook met me eens zijn dat hij meer wijven zou hebben geneukt als hij niet in een rolstoel zat. Dat genoegen is aan zijn mond voorbij gegaan. Aan de andere kant begint Boy denk ik ook wel te begrijpen dat die kerels die dan geen rolstoelbehoefte hebben. En die gaan wel neuken met vrouwen. En dan ziet hij wat er gebeurt en denkt, nou, ik weet het niet zo 1, 2, 3 hoor. Boy is een slimmerik. Dat is een gezonde jongen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ik stel het erg op prijs. En ja, op zijn hamburgers ga ik afsluiten. Maar voordat ik ga afsluiten, is dat jullie gaan voelen waar jullie eigen gezondheid zit. Als jullie mij dat beloven, dan beloof ik jullie dat ik nog een uitzending ga maken over de gezonde mens. Aus Hamburgs, zag ik. Tjus. En dag lieverds.